Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi, Liam en Sam weggebracht. Liam die heeft vannacht heel goed geslapen. Hij is opgestaan zonder koorts. Dus dat betekent dat de antibiotica aan het werk is, gelukkig. En de afspraak had ik gemaakt met zijn juf dat als de koorts weg was. Normaal doen ze geen, zeggen ze als ze paracetamol voor de pijn of zo nodig hebben, mag dat niet. Maar omdat het vandaag zijn laatste dag is, zei ze ook van, geef hem maar die paracetamol en we houden hem gewoon in de smiezen. En als het niet gaat, bellen we. Dus ze hebben nog niet gebeld. Het is inmiddels 10 uur. Dus ik ga ervan uit dat het goed gaat. Ik heb ook alle tractaties en alles enzovoorts daar afgegeven. Ook op Jordi's school heb ik dat gedaan. Als het allemaal een beetje mee zit, gaan we straks iets eerder naar Jordi's school. Want op de school doen ze nog zeg maar een eindejaarsafsluiting. En dat is ook leuk om mee te maken. En dan mogen Liam en Sam gewoon mee. Dus dan ga ik met Liam en Sam. En als we weer weggaan, dan doen ze me even helpen met de kindjes. Dat ze weer goed in de auto komen. Niels die kon daarvoor geen vrij krijgen. Dus ga ik even alleen. Mits dat het goed gaat met Liam. Dat is wel de afspraak. We gaan het gewoon even zien en komt allemaal goed. Nou, dat was mijn dagje wel hoor, voor vandaag. Ik heb 3 kwartier denk ik op mijn kont gezeten vanochtend. Toen ging ik Sam halen en toen Liam. Van Liam's juf of van Sam's juf hebben we ook afscheid genomen, want die komt ook niet meer terug. En zij heeft heel veel betekend voor ons gezin, want ze heeft heel veel voor Liam ook gedaan en ook nou weer voor Sam. Maar het wordt overgenomen en soms raak je dan de juiste mensen kwijt als bedrijf zijnde. Dus voor haar was er geen plek bij dat bedrijf. En ze gaan echt een aanwinst verliezen hoor, dat weet ik zeker. Toen ik Liam op heb gehaald, toen hebben we daar ook nog even afscheid van de juf genomen. Wat is er aan de hand? Je moet even wachten. Jij doet het weer. En toen ik eenmaal naar huis was, toen Liam en Sam hebben onderweg gegeten. Toen hebben we een flesje gedronken. Toen hebben ze een flesje gedronken. En tegen 1:30 was ik onderweg alweer naar Jordi's school. Omdat het laatste uur de ouders erbij mochten zijn. En ik was al wel wat later, want Liam zijn zetpil moest even inwerken. Dat wisten ze ook gewoon van school. Dat had ik ook allemaal gewoon gezegd. Want Liam had best wel veel last van zijn oren. De koorts was er niet, maar gewoon de pijn aan zijn oren. Dus dat moest even inwerken. En dat is prima. Dus toen ben ik bij Jordi op school geweest. Toen zijn we thuis gekomen. Toen heb ik alles een beetje opgeruimd. Ik moet nog wat opruimen hoor, maar dat. Toen ben ik uit eten begonnen. We hebben lasagne gegeten. Toen is Niels thuis gekomen. En nou is Niels met Liam heel eventjes weg naar de overbuurmeisjes. Want een van die meisjes zat ook bij Liam op het groepje. Maar die was er vandaag niet, omdat hij op donderdag. In ieder geval op donderdag kwam ze altijd. Dus die was er vandaag niet. Maar zij en Liam kunnen altijd heel goed samen. En toen zei ik ook van ja, dan komt Liam ook een bedankje brengen. Of in ieder geval afscheid cadeautje. En dus Liam en Niels zijn dat nu doen. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik mijn nagels gedaan. En op een gegeven moment ben ik naar bed toe gegaan. Dus ja, dat. Ik ben vanochtend opgestaan. Niels is gaan werken. En ja, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. De kindjes hebben al fruit gehad. Lopen lekker hier rond. Liam heeft zijn medicijnen alweer gehad. Dus zijn oorpijn gaat volgens mij goed. Hij is koortsvrij en alles. Dus top. Maar dan nu.
Ik sta met deze fles in mijn handen, want een periode geleden hadden we een verjaardag hier. En toen hebben vrienden van mij overal bingo-fiches neergelegd. Ik heb gewoon geen tijd gehad om het op te gaan ruimen en dat wil ik deze vakantie gaan doen. Ik heb ook overal bingo-kaartjes liggen, et cetera. Dus die ga ik ook verzamelen. Maar daarvoor heb ik dus deze fles. En elke keer als ik iets vind... Ik kan niet alles filmen, want er zijn echt veel gestopt. Maar elke keer als ik iets vind, dan ga ik het in deze fles doen. En ik ga jullie up-to-date houden hoe ver ik met de fles ben. Oh ja, en ze hebben echt overal in elke la, in elke kast wel iets gegooid. Dat hebben wij natuurlijk ook met die eendjes gedaan bij hun. Soms ga ik het vergeten te filmen en soms kan ik het wel filmen. Maar ik probeer jullie up-to-date te houden hierin. Alles wat ik vandaag vind gaat nog hierin. Ik film niet alles, want dat heeft gewoon geen nut. Maar ik ga jullie wel up-to-date houden. Nou, kindjes liggen op bed. Ik ben ondertussen podcastje aan het luisteren. En ik heb even mijn koelkast schoongemaakt hoor. Want jezus, dat was geen doen. Nou ben ik even met de rest bezig van het hele gebeuren. En ik heb natuurlijk, wel weer wat dingetjes opgespaard. En gevonden. Dus we gaan ermee door. En we gaan verder met opruimen. Een hele goede morgen. Ik ben al gedoucht. Dat komt omdat ik Joef gewassen heb. Die heb ik de douche in gedaan. En daarna ben ik de douche gaan poetsen. En ben ik zelf gaan douchen. Zodat alles weer schoon is. Dus dat. Ik ben nu bezig met ontbijtje maken. Voor de kinderen en voor Niels en mij. De centjes staan daar, die zijn net klaar. En laten we zondag maar beginnen. Vandaag krijgen we bezoek. Mijn ouders komen op bezoek en we gaan lekker barbecuen. Dus we gaan zien hoe het allemaal loopt. De totaliteit dat ik op de badkamer gevonden heb. Muntjes. Dat is... dit. En ik heb nog niet in dit kastje gekeken. Ik weet nog niet of ze het daarin hebben gedaan. Maar dit is wat ik sowieso op de badkamer gevonden heb. Ze zaten achter de spiegel. Hier tussen. Ja. En dan denk je misschien, Mandy, heb je er niet eerder schoongemaakt? Jawel. Maar ik had het weer teruggelegd. Dus dat. Dit heb ik in ieder geval al hier gevonden. Overal waar ik verder nog tegenkom. We gaan het zien. Mijn ouders komen zo. Niels is even drinken halen. En briketta. En ik ben ondertussen even boven aan het opruimen. Jordi is ook al wakker. Liam en Sam slapen.
Normaal smeer ik zijn brood ook helemaal, maar ik had nog salade over, dus dan kan die zelf eventjes wat op het brood doen. Soms ook wel eens makkelijk. Brood gesmeerd, kinderen op bed, lekker bank hangen. Ja, en duidelijk slapen. Juist, dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.